Dames en heren, goedenavond. Welkom bij dit spoeddebat. We wachten nog even op Mark Rutte. Nee, natuurlijk niet. We gaan beginnen met de eerste ronde. Ik word minister-president. Meneer Bos, u mag beginnen. Ik word minister-president en ik wil een sterker en socialer Nederland. Oké, meneer Balkenende. Ik word minister-president en ik wil sterker, socialer Nederland en een bloeiende economie. Oké. Ik word minister-president en ik wil een sterker en socialer Nederland, een bloeiende economie en rode gordijntjes in het torentje. Ja. Ik word minister-president en ik wil een sterker en socialer Nederland, bloeiende economie, een roodachtige gordijnen in het torentje en een replica van een VOC-schip. Toch? Ja. Ik word minister-president en ik wil een sterker en socialer Nederland, een bloeiende economie, kanaalrode gordijntjes in het torentje, een replica van een VOC-schip toch, en de CDA die kan me lekker een kontje kussen. Oké. Ik wil kontje kussen, nee, ik wil een replica, ik wil... Oh, kut. Oké, goed. De eerste ronde werd gewonnen door de heer Bos en we gaan door met de tweede ronde. De visie van de politicus. Meneer Balkenende, u begint. Ik zie. Jij niet ziet? En dat is? Kaal. Fris Wester. Ja, goed. Oké, meneer Bos. Ik zie wat jij niet ziet en wat eigenlijk niemand ziet deze hele campagne. Ja, dat is makkelijk. Mark Rutte. Toch? Goed, dat was de tweede ronde. We gaan door met ronde 3. Dat is de bonusronde. U krijgt allebei 2 seconden om net niet uit uw woorden te komen. Meneer Bos. Oh, ik bedoel natuurlijk 2 minuten. Nou, kijk, als ik... Oké, meneer Balkenende. Ja, goed, kan niet zo zijn. Maar dit gaat om... Wat? Kut. Nou, dat was hem alweer, de bonusronde. Ga snel door met de 4e ronde, de finale. De vrije ronde is dat. Heel veel succes, meneer Bos. Groep Wilders zit in de trein. Zegt hij tegen zichzelf... Sst, dit is een stiltecoupé. Oké, meneer Balkenende. Weet ik er ook geen? Femke Halsma, Jan Reijnsen en Wouter Bos zitten in de regering. Zegt de een tegen de ander. Heeft iemand Mark Rutte gezien? Ja. Goed, dat was de laatste ronde. Wij zijn er alweer doorheen. Dames en heren, u kunt thuis natuurlijk bepalen wie er wint. Wilt u dat de heer Bos wint, sms dan Peppy naar 2121. Wilt u dat de heer Balkenende wint, sms dan Kokkie naar 2121. Tot de volgende keer. Tot ziens.